Hey, goedemorgen. Het is vandaag vrijdag 15 juni. Oeh, ik zit een beetje in het donker. Ik heb de gordijnen dicht, want het is nu al 17 graden. 15 juni, 12 juni. Het is 9:30. Ik heb net een broodje gegeten. Verdi heeft een rijles. Volgens mij komt die auto eraan. Ik ga douchen, lekker mijn haar wassen en klaarmaken. Ga ik even met mijn moeder naar de stad. En die is daar. En dan rijd ik met haar naar Hoogezand. En dan ga ik naar mijn vriendinnetje daarna. Hey, ik ben in de stad en het is super lekker weer. Ik ga nu naar mijn moeder en gaan we lekker drankje doen. Wij stonden net in een file en toen hadden we autopech. Echt vet erg. Langs de snelweg in de berm gewacht. We zijn net gesleept door die auto. En nu is mijn neef hier. Ik ga even kijken hoe het met de auto is. Ik ben eindelijk bij Dana. En ik ben aan het eten. Ik eet veel. En ik drink een kopje thee. Want we hebben onze pech overleefd. Ik zit in het ding. Niemand ziet mij zo. Moet je even koprollen? Wow. Dat is net een ninja wat je doet. Smoesje toch? Ja. Dit is smoesje. Oh, hij ligt daar echt zo. Het is warm. Het is te warm. Zo praat hij. Het is te warm. Wat zijn dat voor beesten hiernaast? Wat zijn dat voor beesten hiernaast? Zo'n grote? Ja! Oh. Nog een keer. Oeh. Lekker. Vertel eens even wat we gaan eten dan. We gaan frikandellen. Ja. Met salade. Ja. Aardappelsalade en normale salade. En verder niet. Oké. Okay. En frikandellen salade. Ga dansen dan. Dit gaan we vandaag eten. Frikandellen. En we hebben aardappelsalade en een bonensalade. En mooie hartjesbordjes. Ga je dansen? Beentjes dansen. Ja. Kijk eens wij een stoetje hebben. Wat is het allemaal? Meloen. Ja. Meloen, aardbei en mango. En dit is een vet groot ding. Oh, dit is mijn nieuwe jurk, by the way. Ik heb mijn dikke buik. Ik ben weer lekker thuis. Mijn vader heeft me net thuis gebracht. Hij had me opgehaald van Dana. En toen ging we naar zijn huis. Zei hij, hoe ga je naar huis? Ik zei, met de trein. Hij zei, of moet ik je brengen? Oké. En dus mijn vader heeft me net gebracht. Ik ben moe. Ik ga denk ik gewoon echt lang uit op de bank. Echt niks doen. Verdi is aan het gamen. Dus ja, ik weet niet wat ik ga doen. Hoe schattig is dit mutsje? Die hebben we gekregen van Dana. Van onze baby. Vet leuk hè. En dat is wat, een, zeg maar, een wat grotere maatje. Omdat we best wel veel mutsjes al hebben. Voor echt nieuwe bronzen. Maar dit is toch zo schattig. Ik zie echt mijn kindje hier al in zo. En ik heb een nieuwe olie gekregen van Knijp met amandelbloesem. Dat is echt super lekker. En mijn olie was net op, dus komt mooi uit. Ik ga even mijn nagels doen. Ik heb hier bij deze nagel zo'n heel klein scheurtje. En als ik dan zo doe met mijn haar, dan gaat er dat zo'n haartje gaat er mee. Kijk, mijn haar is zo bruin geworden door de zon. Dit is before. Deze was al gebroken. Deze is echt kut. We hebben lekker popcorn en we kijken Friends with Benefits. Oh ja, ik heb mijn nagels gedaan, maar je ziet het niet zo goed. Hey, ik heb net mijn filmpje afgekeken en die had ik al 20.000 keer gezien, maar het was wel leuk. Morgen is het zaterdag, ik ga eerst uitslapen. Ik hoop dat ik echt goed kan uitslapen. En dan ga ik in ieder geval naar Delfzijl naar mijn schoonvader. En verder weet ik het nog niet, dus dat zien we dan wel even. Voor nu ga ik in ieder geval slapen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie morgen. Welterusten. Doei. Be your own kind of beautiful.